Burgerkast. Wie ben jij? Ik ben Stefan Groos. Wat doe jij? Ik ben kunstenaar. Waarom? Misschien omdat ik niks anders kan of zo. Of omdat ik van mening ben dat het beroep is met de meeste vrijheden die je kunt. Je kunt meest vrij over dingen nadenken. Dat vind ik wel heel interessant. Kun je ervan leven? Dat is een beetje moeilijk. Ik moet nog dingen erbij doen die een beetje minder met kunst te maken hebben, zeg maar. Wat is je beste werk? Nou ja, favoriet op dit moment is een kunstwerk wat ik met mijn vriendin samen gedaan heb. En dat is een interactieve bokszak. Dat is een bokszak waar je op slaat en dan geeft die licht. Vind je het zelf mooi? Ik vind het zelf mooi. Maar soms is dat ook moeilijk, omdat je zo heel lang met iets bezig bent. En dan is het nog soms ook een beetje moeilijk te zien wat de kwaliteit van zoiets is. Vinden andere mensen het ook goed? Het is natuurlijk heel fijn als je heel veel toestemming voor iets krijgt. Maar dat soms is het toch te makkelijk. Als je te veel toestemming krijgt, dan is het misschien ook wat mensen heel ergens anders al gezien hebben of zo. En wat ze dan ook leuk vinden omdat jij dat doet. Dus soms is die toestemming niet zo positief, nee. Zeggen ze nooit iets stoms? Ah ja, bijvoorbeeld dat het dierenmishandeling is of zo. Ik heb ooit kunstwerken gemaakt voor vissen. En daar dachten heel veel mensen dat het dierenmishandeling was, maar dat was niet zo. Wat is je slechtste werk? Ja, met slecht werk is het zo dat je maakt het, je vindt het slecht en dan gooi je het weg. Dus ik heb niet zoveel voorbeelden van slecht werk. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Wat ik de laatste jaren gedaan heb, maar dat is dan ook als je dat achteraf ziet, dan denk je, oké, daar zit een lijn in. Maar ja, en daar heb ik heel veel dingen gedaan voor dieren. Ja. En dat vind ik ook heel interessant, dieren in de stad. En wat kun je daarvoor verzinnen? Of hoe maak je ze zichtbaar? Wat wilde je vroeger worden? Ik wilde heel lang geleden pottenbakker worden. Dat is niet gelukt. Toen heb ik iets met glas gedaan. Dat heb ik heel lang gedaan. En daarna ben ik kunstenaar geworden. Hoe ben je kunstenaar geworden? Ik heb heel lang in een bedrijf gewerkt waar dingen voor kunstenaars gemaakt worden. Dingen met glas. En ik had op een gegeven moment het idee, nou, dat kan ik zelf. En toen ben ik begonnen met schilderen. Heb ik heel lang geschilderd. En toen heb ik gesolliciteerd bij een kunstacademie in Duitsland. En toen heb ik daar kunst gestudeerd op die academie. Wat is je lievelingskleur? Het was heel lang oranje. Dat was een beetje voordat ik naar Nederland ging. Maar hier, ja, ik vind het nog steeds een leuke kleur. Maar ik heb nu ook een beetje, ja, lievelingskleur heb ik niet echt, nee. Kan ik niet zeggen. Laat eens zien hoe je het maakt. Nou ja, ik ben hier met iets bezig. Dat is een soort, ik ben nu begonnen met heel veel elektronica en water en dingen. Maar ik wil daar eigenlijk niet zoveel over vertellen, omdat het nog zo'n beetje geheim is. Ik wil dan eigenlijk liever iets vertellen over die vogelhuisjes die daar staan. Ik heb hier een heel vieze bruine klei. Dan heb ik hier een malletje. Dat is het deksel, zeg maar, van het vogelhuisje. En dan wordt die klei, die wordt er zo ingedrukt. Zo, dan wordt het hier zo afgesneden. Dan moet je een beetje drogen. Nu wordt de mal in elkaar gehouden. Dan ga ik ook in die mal klei drukken. Je kunt zoiets ook gieten. Maar door dat drukken wordt het heel grof en dat vind ik juist mooi. Dat is eigenlijk nog een beetje te vroeg.
Zo. En dan komt hier twee gaatjes in. Dan komt hier een neus. En dan komt de deksel erop. En nu moet hij 2 weken drogen. Omdat het heel dik is, dat duurt dan 2 weken. En omdat het hier ook niet zo warm is. En dan wordt hij gebakken. En na het bakken wordt hij nog geglazuurd. En dan is het een vogelhuisje. Allergrootste wens. Ja. Ooit van mijn dingen die ik maak ook te kunnen bestaan. En niet dingen te moeten doen die niks direct met mijn werk te maken hebben.